De autoriteiten hebben de maatregelen voor de totale lockdown, welke vanaf 31 mei tot 18 juni is ingesteld, aangepast. Vanaf vandaag kunnen burgers op de maandag, woensdag en vrijdag nu tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags voor hoognodige boodschappen de deur uit. De overige regels blijven van kracht. Zo kan een ieder voor medische spoedgevallen, COVID-19 swabs en vaccins altijd op de door de medische vaccinatieposten aangegeven tijdstippen uit huis. Voor het halen van boodschappen voor levensonderhoud mag één gezinslid zich over straat begeven. De politie meldt dat er een strakke controle zal zijn nabij bruggen die toegang verschaffen tot het stadscentrum. Meerdere personen in één voertuig riskeren een boete.